Welkom op dag 1 van de SGA Vakdagen, de grootste schildersbeurs van Nederland. Iedereen die ertoe doet binnen de branche, is erbij of komt hier naartoe. Wij van Schildersvak TV nemen je mee. Mijn naam is Jan-Maurits Schout, ik ben hoofdredacteur van Schildersvakkrant en van Schildersvak.nl. En we maken deel uit van IJsma Bouw Media en van diezelfde cluster maakt ook IJsma Schildersblad deel uit. En samen zijn we eigenlijk de onafhankelijke verfpers van Nederland. Ja, wat er allemaal gaat gebeuren is voor mij ook altijd een verrassing. Ik kan wel vertellen wat wij doen. We hebben bijvoorbeeld een cameraploeg rondlopen die een dagelijks beursverslag gaat maken. Hier achter mij is onze eigen stand. En daar willen we natuurlijk altijd graag dat mensen daar abonnementen aanvragen op onze prachtbladen. Of informatie opvragen over onze website of allerlei andere producten die wij tegenwoordig maken als IJsma Concern. Maar wat je ook kunt doen is jezelf laten fotograferen en dan je laten afdrukken op de cover. En waar kijkt u naar uit? Wat zijn de hoogtepunten voor de komende 3 dagen? Het is altijd heel spannend. Het is bij beurzen heel vaak moeilijk om van tevoren, we maken altijd wel een special, moeilijk om van tevoren te weten wat de mensen komen brengen. En het is eigenlijk elke beurs alweer echt de kunst om de verrassingen eruit te halen. Ja, en verder probeer ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk mensen te spreken en te horen wat het nieuws is en hoe ze de markt op het moment aanvoelen. Ik heb zelf het idee namelijk dat het goed gaat met de branche, dat mensen weer positief zijn en weer zin hebben in de toekomst. Wat een mooie auto, hè? Ja, zeker. Wat brengt u op deze beurs? Ja, kijken of er nieuwe dingen binnen natuurlijk. En daar ga ik voor. Wat brengt u hier? Nieuwe technieken. Waar wilt u graag iets over weten? Over verven. Wat spreekt je het meest aan? Ja, gewoon wat voor soort nieuwe ontwikkelingen en alles. En dat is wel belangrijk voor ons. Want wij krijgen bijvoorbeeld ieder jaar weer andere spullen. En dus een beetje verstand van net van tevoren. Dat was wel handig. Dus. Die hou je met je duim vast en dan ga je tellen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wat ben je hier aan het doen? Wij staan hier op een stand om de schilders te informeren over de CO. En dat doen jullie door middel van een boksbal? Ja, dat heeft wel eens effect om de werkgever eens een keer een goede knal voor zijn hersens te geven. En dan kun je de agressie even kwijt. En daarna proberen we een goede CO voor de schilders van elkaar te boksen. Dan gaan we nu zeggen van... Deze jonge dame gaat ook boksen en die gaat een record verbreken, want het is de eerste dame die mee gaat doen. Dus let op, vol in de picture. Nou, is niet verkeerd. Ik ben Ernst de Nobel van Schilders van Nu. En wat is Schilders van Nu? Schilders van Nu is een landelijk netwerk van schilders die ze waar mogelijk duurzaam willen schilderen. En ik had begrepen dat er vorig jaar heel veel aanmeldingen waren bij jullie. Wat is er nu afgelopen jaar veranderd? We zijn wat groter geworden. Er is wat meer aandacht voor duurzaam schilderwerk gekomen. En dit jaar gaan we gewoon in dezelfde lijn weer voort. Ja, want wat is nu precies de volgende stap? De volgende stap is eigenlijk een beetje consolideren wat er nu al is. En proberen nog meer leden te krijgen en nog meer aandacht te genereren voor duurzaam schilderwerk. Wat zijn de grootste voordelen van natuurlijk verfgebruik? Het is beter voor jezelf, beter voor het milieu. En ik denk ook uiteindelijk dat je als schilder er blijer van wordt om met materialen te werken waarvan je weet dat ze gezond zijn voor jezelf. En ik denk dat het een win-win situatie is voor zowel de schilder als voor de klant. Waarom op een schildersvakbeurs? Waarom op een schildersvakbeurs? Nou, Formule 1 is sowieso wel wat populairder geworden. De laatste tijd met Max Verstappen, denk ik. Ja, het is gewoon een leuke trekpleister. Misschien moet je zelf een stuk rijden. Ja, misschien moet ik dat zelf maar eens even doen. Oh, ik moet remmen over de bocht. Oh, jeetje. Ah, dat is best wel moeilijk. Kijk, natuurtalent. Max, move over. Van handgemaakte kwasten tot natuurlijke verf. We hebben al van alles voorbij zien komen op deze eerste dag. Maar er is zoveel meer en dat zie je morgen. Tot dan. En nu, ik moet hem open doen. Kom hier niet meer af.